tijd voor de jaarlijkse update van mijn dagelijkse make-up routine. Ik vind het gewoon leuk om aan het begin van het nieuwe jaar te delen hoe mijn routine er momenteel uitziet. Als je me volgt, dan weet je waarschijnlijk wel dat ik heel veel producten test. Maar ook ik heb een soort van dagelijkse routine. Mijn favoriete producten die ik gebruik. Bijvoorbeeld in het weekend of een andere dag dat ik niet per se iets hoef te reviewen. Maar misschien wel een filmpje opnemen, like dislikes bijvoorbeeld. En de laatste tijd merkte ik ook wel echt wel heel erg dat ik weer een soort hele duidelijke vaste routine heb. Een aantal producten waar ik super blij mee ben, die ik heel erg mooi vind. Waar ik een look mee maak, die vertrouwd is, maar niet saai. En ja, er is ook weer gewoon zoveel veranderd in een jaar. En daar vergis ik me altijd ontzettend in. Als je nieuw bent op mijn kanaal, zou ik het heel erg leuk vinden als je je abonneert. Dat kan via de knop van de lipjes hieronder in beeld. Hier zo ergens, als ik me niet vergis. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's die ik nog ga maken. En ik upload 2 keer per week. Ik heb jullie even iets dichterbij gehaald zodat je het goed kan zien. Voordat ik begin met alle make-up, breng ik eerst een beetje lipbalsem aan. Dit is de lipbalsem van Bobbi Brown. Ik heb momenteel best wel weer droge lippen. En deze vind ik heel erg fijn. Die berg ik erop. Nog een stap voor de echte make-up, maar wel super belangrijk. Een basis. Dit is ook echt altijd een favoriet van me. En vooral in de winterperiode. Als het koud is, als de verwarming hoog staat en en ik heb eerder een drogere huid. Deze is perfect, want dit is niet alleen een goede basis, maar hij is dus ook nog hydrating zoals hier erop staat. Nou, mijn huid is momenteel best wel onzuiver. Ik dacht heel even van, ik wacht met deze video, ik wacht even met filmen, zodat ik kan gaan filmen wanneer mijn huid rustiger is. Maar toen dacht ik, nee, scheid eraan, ik ga gewoon nu filmen. Want mijn huid, ja, zo is mijn huid gewoon. Ik heb gewoon heel erg ups en downs. Maar ik krijg altijd best wel veel opmerkingen over wat is er met je huid. Nou, ik heb dus rosacea, daarom heb ik veel roodheden en ook sneller onzuiverheden. En ik ben gewoon super gevoelig voor weersveranderingen. Hormonen spelen ook een rol. Er zijn mensen die een super mooie gave huid hebben. Ik ben jaloers op jullie. Maar er zijn ook heel veel mensen, zoals ik, die wat moeilijkheden hebben met hun huid. Wat minder erg of veel erger. En daarom wil ik het wel graag laten zien. Dit is mijn huid. En nu ga ik er lekker foundation op smeren. En dat is nog steeds de Double Wear Stay in Place Make-up van Estée Lauder. Ik heb speciaal voor de video pompjes schoongemaakt. Hij dekt top. En ze hebben hem in mijn kleur. Het is wel heel moeilijk om aan te komen. Ik moet hem altijd online bestellen via een speciale webshop. Feelunique.com dacht ik. En ik ga die foundation verdelen met het sponsje van Real Techniques. De Diamond Sponge. Deze Beauty. Diamantvormig. En ik gebruik die droog. Ik vind hem droog gewoon het fijnst. Want dan dekt hij het best. En het is gewoon, ik denk ik wel een misverstand dat elk sponsje nat gebruikt moet worden. En bijvoorbeeld, ik veeg hier ook best wel veel mee. Ik combineer het eigenlijk. Vegen en deppen. En dat kan ook gewoon prima. Je moet gewoon zelf ook ontdekken wat je fijn vindt. Tuurlijk, deppen mag, net zoals met de Beauty Blender. Maar ja, sta je er niet blind op of zo. Gebruik het ook gewoon zoals jij het fijn vindt. Ik veeg de ene keer wat meer. En dan depp ik weer wat meer. Ik gebruik vooral het grote oppervlak. Maar voor de concealer vind ik het ook heel fijn om de hoekjes te gebruiken. Ik gebruik de Naked Skin Concealer van Urban Decay. Die is heel aardig aan het opraken. Ik vind deze echt zo mooi. Zo fijn, zo goed. Ik heb best wel vaak een pukkeltje echt zo hier. Bij de rand van mijn lip. Geen kortlip of zo. Zo stom. Ik heb nu de hoekjes een beetje samengeknepen. En daarmee verdeel ik de concealer dan. Ik heb wel echt van die fases dat ik mijn sponsjes gebruik. Dus deze of het oranje sponsje van Real Techniques. Of de Beauty Blender. En dan heb ik echt een fase dat ik alleen maar kwasten gebruik. Poeder af met Essence All About Matte. Dit is altijd zo stom. Valt gelijk allemaal op mijn rok. Als die poeders dan een beetje op beginnen te raken en er komt dus pen. Dus je raakt de bodem. Dan gaat hij zo afkorrelen. Zo afbrokkelen. Dus dan vaak als ik dan met de kwast erin ga, dan raakt er steeds meer een stukje los. En dat valt dan allemaal naar beneden. Zie je, zoals dit. Dat vind ik zo stom, want ik wil hem gewoon lekker opmaken. Maar dit maakt het niet echt makkelijk. Ik zet het aan over mijn hele gezicht, lichtjes. Om de foundation te zetten en mooi te matteren. Ik krijg nog wel eens vragen waar die mooie gouden kwasten van zijn. En dit zijn de Bold Metals van Real Techniques. Dat is de iets duurdere lijn. En dit is dan de poederkwast. Wenkbrauwen. Nou, ja. Gebruik ik nog steeds hetzelfde product. Natuurlijk.
Catrice Eyebrows Set. Weer helemaal versleten en mishandeld. En hiervoor gebruik ik mijn favoriete wenkbrauwkastje van EcoTools. Ik heb er twee. Dit is de nieuwe en met het lichte aluminium is de oude. Nou, die oude heb ik echt al jaren. Denk echt al misschien wel 7 jaar. Echt super fijn. Dat vind ik de fijnste kwastjes voor mijn wenkbrauwen. Dip ik in de lichtste kleur. En tijd om in te kleuren. Ik vind het ook altijd fijn om nog een potloodje te gebruiken. Dit is Fling van MAC. De kleur Fling met eyebrow. Ja, het heet gewoon eyebrows potlood. Om hier en daar net de lijn iets strakker te maken. Voor basis van mijn ogen gebruik ik de MAC 24 Hour Extend Eye Base van de Prep & Prime lijn. Ik heb niet echt heel erg een voorkeur voor oogschaduwbasissen. Ik gebruik deze nu al best wel lang en ik vind deze fijn. Maar ik vind bijvoorbeeld ook de primer pose van Urban Decay fijn. Ik gebruik een oogschaduwpalet dat ik al jaren heb. En wat ik ook gewoon altijd al mooi heb gevonden. Waar ik telkens nieuwe ooglooks mee ontdek. En dat is het Meet Matte Nude palet. En hier zitten allemaal matte oogschaduws in. Die ik echt onwijs mooi vind. Het is een combinatie van koele en warme tinten. Ik had op een gegeven moment zeg maar een soort vaste look hiermee gevonden. Die ik super mooi vond. Maar toen ontdekte ik de look die ik vandaag ga laten zien. En die vind ik nog veel mooier. Ik kan hier echt zoveel kanten mee op. En echt looks maken die ik gewoon elke dag kan dragen. Zonder dat ze saai zijn. Ik hou sowieso heel erg van matte oogschaduw. En wel met de glanzende highlighter. Maar ik gebruik nu dus heel graag weer dit paletten. Ik gebruik eerst vooral lichte kleuren. Lichte kleuren bewegend ooglid. Ja, jullie weten wel een beetje hoe ik ben. Dat is, ja, dat vind ik gewoon, daar voel ik me comfortabel bij. Dat staat eigenlijk altijd wel goed, is veilig. Maar de look die ik nu maak is juist ook wel wat donkerder. En zeker ook bewegend ooglid donkerder. Opeens had ik dat idee en toen heb ik een keer die look geprobeerd. En toen dacht ik, wow, dit vind ik echt super mooi. En ja, het is leuk dat je gewoon na jaren nog steeds altijd weer nieuwe dingen ontdekt. Ik gebruik een hele lekkere grote kwast. Deze van Boozy Cosmetics. Deze is lekker groot. En dat vind ik fijn, want dan kan ik gewoon in één keer bam die kleur op het bewegend ooglid erop knallen. De kleur die ik ga gebruiken is deze kleur. Dit is Matte Abdul. En nou ja, het is dus grijs. Niet iets waar ik gelijk voor zou kiezen, maar I love it. Zet ik deppend aan. Zo, dat is super snel gedaan. Nou, dit is dus best wel donker, maar we zijn nog lang niet klaar. Ik heb ook echt mijn vaste kwasten hiervoor. Ik gebruik namelijk voor de kleur die ik nu ga aanbrengen, dat is Matte Lombardi, deze gele tint. Gebruik ik een blending kwast. Mijn favoriete blending kwast die ik normaal gebruik, dat is deze. Dit is de 217 van MAC. Dit is een andere van Zoeva. Die lijkt erop, maar die is veel ronder. Zie je? En dat is wat ik wil. Die kan ik dus heel mooi in de arcadeboog blenden. En die blend ik best wel hoog. Het is niet een kleur die je gelijk heel duidelijk ziet, maar dat hoeft ook niet. Oh, en nu denk je natuurlijk geel en grijs. Echt de lelijkste combinatie. Ziet er echt niet uit. Maar vertrouw mij, het komt helemaal goed. Of niet. Ik loop dus wel de hele tijd dagelijks voor gek met mijn look. Nou, dan pak ik dus de 217 van MAC die ik net liet zien, die ik net vergeleek. Dan ga ik in Matte Zing. Dat is deze mooie oranje tint. En die ga ik er eigenlijk bij blenden. Dus die ga ik er overheen aanbrengen. Zodat je een hele mooie overgang hebt van dat oranje naar het geel. Dan krijg je een heel mooi een beetje sunset-achtig idee. Pak ik even de kwast die ik voor de gele tint gebruikte. Ga ik nog wat blenden. Nou, ik heb dus net deze twee kwasten gebruikt. En voor de laatste oogschaduwkleur gebruik ik deze. En die is weer iets smaller en er loopt iets meer uit. Ja, hij is best wel wat smaller. Hij heeft best wel wat minder haren. En die gebruik ik dus voor de laatste tint.
En dat is Matte Hung. Die is nog wat donkerder dan de eerste matte die ik heb aangebracht. Die blend ik van buiten naar binnen toe. De buitenste ooghoek in de arcadeboog. Zodat de look nog iets meer diepte krijgt en dat alle kleuren mooi overlopen en bij elkaar passen. Dan pak ik nog even de NEC 224. Die is helemaal schoon om alles mooi nog even te blenden. Voor de zekerheid dat er geen harde lijnen zijn. Wat praat ik hakkelig. Momenteel gebruik ik eyeliner van The Body Shop en ik moet zeggen die bevalt best wel goed. Dit is de Skinny Thin Felt Eyeliner. Hij heeft een filterstiftje. Ja, best wel een kort filterstiftje eigenlijk, maar het werkt top. Nou, wat ik daarmee ga doen, dat kun je vast wel raden. Eyeliner zetten. Pinked eyeliner. Na eyeliner ga ik mascara aanbrengen. Rock Couture mascara van Catrice. Zoals ik in de Likes Dislikes video ook al zei, is deze op de juiste manier gebruikt. Super fijn. Ik pak hem toch steeds weer. Ik vind hem echt heel mooi. En ik weer, hè. Dan gaat hij opeens zo... Wat is dit? Kijk nou, die wimper. Waarom moet het nou weer vandaag gebeuren? Van alle dagen. Zit ik net deze mascara aan te prijzen? Waarom? Ik heb nu ook super veel mascara geknoeid natuurlijk. Laat ik even drogen en dan kan ik het zo weg poetsen met een droogwaterstaafje. Dit voelt wel echt een beetje als een story of my life. Dat ik dan denk, ja leuk, alles goed voorbereid, ik ben er helemaal klaar voor. Dagelijks make-up routine filmen en dan gebeurt er zoiets. En dan mislukt het bijna helemaal. Ga ik nu weer verder met het gezicht. En ik gebruik natuurlijk nog steeds mijn NARS Laguna bronzer. En daar ga ik mee beginnen. Ik gebruik altijd deze kwast van MAC. Het nummertje is er afgesleten. 168. Ik vind dit geen onmisbare kwast, maar ik vind hem wel gewoon heel fijn. Laguna breng ik ook aan op mijn neus, maar daar gebruik ik een andere kwast voor. En dat is de Soft Blender 2120 van Boozy Cosmetics. Ik ga het een beetje hierin. En dan zet ik twee lijnen. Mijn favoriete highlighter, dat is natuurlijk nog steeds Mary Luminizer van de Balm. Nu wel met dikke pen, maar alsnog gewoon goed gevuld, laat ik het zo zeggen. En ik gebruik daar de MAC 116 kwast voor. Ik gebruik eerst een andere kwast, maar ja, deze brengt gewoon lekker veel highlighter aan en dat is wat ik wil. Hoppa. Ook de highlight breng ik aan op mijn neus, maar ook weer met een ander kwastje. Dit is een heel oud kwastje. Komt uit mijn allereerste kwastenset van Sigma. En ja, die vind ik gewoon super fijn voor highlighter. Ik breng alleen aan op de brug, niet op de punt. Omdat ik juist niet die punt wil accentueren. Ik vind dit zo mooier. Ik pak gelijk even binnenste ooghoeken mee. En wat op het wenkbrauwbod. Herkennen jullie dat? Dat op de een of andere manier komt er altijd make-up op je vingers. Mascara, highlighter, alles. Voor blush gebruik ik MAC Petal Power. Dit is een oude limited edition. Echt heel erg mooi. Super warm, met gouden glans. Ik hoop dat ze die nog een keertje terugbrengen. En die breng ik aan met deze kwast van Ecotools. Er staat niet een naam of zo verderop, maar ik denk dat dit een blush kwast is. Voor een beetje kleur.
En dan moet ik natuurlijk alles even inblenden. En dan gebruik ik de Real Techniques Diamond Sponge weer voor. Dat doe ik vooral deppend langs de lijntjes. Als jullie mijn bureaustoel horen kraken, die is echt de kleinste beweging. Het is niet dat ik nu eigenlijk scheetjes aan het laten ben ofzo. Mocht je dat denken. Het is gewoon mijn stoel. En dan een van de leukste stappen, de lipkleur. Ik vond het moeilijk om te kiezen. Ik wilde of voor deze gaan of voor Ofra Charmed. Ik draag ze allebei super veel. En momenteel heb ik deze wel heel erg veel op. Maar dat zijn een beetje allebei mijn basiskleuren. Dit is weer een product van de Balm. Je zou denken dat ze me sponsoren, maar helaas. Dit is niet gesponsord door hun. Dit is de Balm Meet Matte Long Lasting Liquid Lipstick in de kleur Committed. Setting spray. Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray is mijn favoriet. Heerlijk. Ga ik even mijn haar doen. Dit laten drogen. Even mijn haar doen. En ik zo terug. Dit is het uiteindelijke resultaat met de producten die ik gebruikt heb. En ik ben momenteel echt super happy met deze look. Ik wilde daarom ook graag weer een update filmen. En ik vind het leuk om te zien dat ik super veel nieuwe producten natuurlijk weer heb. Ja, dat hoort er gewoon een beetje bij met mijn werk. En dat vind ik onwijs leuk. Maar dat er ook een aantal producten zijn. Zoals het eyebrow setje van Catrice. De Estée Lauder Double Wear Foundation. En ik vergeet iets. Oh ja, mijn Laguna Bronzer van NARS. Dat ik die echt al jaren gebruik inmiddels. En dat dat echt hele vaste favorieten zijn. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om te zien. Mocht je nog vragen hebben over producten. Zet een link naar een lijst met alles wat ik heb gebruikt. Inclusief reviews op mijn blog. Die staat hieronder in de beschrijving op YouTube. Of dus als je op mijn blog kijkt. Nou, dan staat alles daar al gelijk. Maar als je nog iets anders wil weten of iets wil opmerken. Dan kan het natuurlijk bij de comments hieronder. Heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Mwah.